Deze ijzige dagen met jou? Ja, heel veel. Druk en heel veel weerkaarten volgen en heel veel weersites volgen. En ook proberen om zo gauw mogelijk ergens te gaan schaatsen. En ja, die hele discussie hier die er natuurlijk nu gevoerd wordt om de trend van corona te volgen. Ja, en wat denk je? Ja, ik ben heel positief. Ik denk dat het gewoon moet lukken. En dan hebben we het dan over de marathons op natuurijs of echt het grote werk? Laten we eerst inzetten op die marathonbubbel, zeg maar. Dat we in ieder geval een aantal wedstrijden kunnen rijden. En laten we dan eens in de loop van de volgende week eens gaan kijken van hoe het ijs is in Friesland. En laat dan uiteindelijk de vereniging maar beslissen of er wel of niet daar iets mogelijk is. Ja, die moet ook nog om, hè? Ja, Wieling. Dus ja, Wieling, de voorzitter. Ja, die heeft al in twee instanties gezegd, toch, Evert, dat hij even de kat uit de boom kijkt. En, maar dan had hij het over corona, hè? Vanwege de corona. Maar Henk Kroes heeft al min of meer gezegd, oké, een Elfstedentocht alleen voor de wedstrijdrijders. Ja, morgen staat er in het AD een verhaal. Ik was echt onverbaasd. Ja. Hij, ook Hans Wiegel, die zeiden ook van, doe het nou gewoon. Alleen zij maken wel de aantekening van, ja, helaas, niet met publiek en ook geen toertocht, maar alleen de wedstrijd. En dat lijkt me ook heel verstandig. Hoe bitter, hoe verdrietig het ook is. Is dat nog een Elfstedentocht, Henk? Je haalt de gedachte uit mijn hoofd, zeg maar. Dat vind ik ook. De heroïek van de Elfstedentocht is juist die hele dag met al die toerrijders, met al die misschien wel miljoenen toeschouwers, met de hele nacht van Leeuwarden waar we net feest van gezien hebben. Dat is uiteindelijk de Elfstedentocht. En de discussie, het loskoppelen van de wedstrijd en de toerrijders hebben we ook in het verleden wel eens gehad, zodat die vaker gereden zou kunnen worden. Maar Henk Kroes zegt nu vind ik het terecht dat hij losgekoppeld wordt. Klopt, maar Henk Kroes is een afgezwaaide voorzitter. En uiteindelijk is het... Je bent het er niet mee eens, want jij zou horen natuurlijk. Mijn hart zegt natuurlijk van rijden. Ik gun mijn opvolger, zeg maar, in het peloton absoluut die wedstrijd. Hij wil zelf die Tour toch rijden, Henk. Maar, ja, ook. Tuurlijk, zonder meer. Maar mijn verstand zegt gewoon dat de Elfstedentocht is gewoon de dag zoals die is. En dat heeft de Elfstedentocht ook gemaakt. En ik denk dat daar uiteindelijk de vereniging over beslist. Het is heel simpel op te lossen, jongens. Je noemt het de alternatieve Elfstedentocht. En die hou je dit keer niet in Oostenrijk, niet in Canada, waar dan ook. Die noem je, die rijd je gewoon in Friesland. De alternatieve Elfstedentocht. Zo noem je het. Maar ik denk, tot halverwege vorige week had ik het idee, ik ben de laatste commentator die een Elfstedentocht heeft mogen meemaken. En Henk is de laatste winnaar. Er komt nooit meer een Elfstedentocht. Dat heb ik altijd gedacht. Totdat het hart begint te vriezen. En nu begin ik ook van, ja, Evert, ik ben er natuurlijk dan wel weer bij. Er moet toch maar die tocht komen, die wedstrijdtocht. En hoe jammer het ook is van de romantiek, van de beelden die we hier nu ook zien, die toertocht, dat gaat hem niet worden. Dat kan gewoon niet. Is niet meer te organiseren. Los van het feit of het ijs dik genoeg is, maar met de hele problematiek rond de corona, met de veiligheid ook, van al die mensen die tienduizenden, honderdduizend mensen die naar Friesland willen. Maar is het nog een optie? Nee, maar luister, als je die wedstrijd houdt op een woensdag, dan kun je op donderdag, vrijdag en zaterdag kun je makkelijk die toertocht gaan houden. Desnoods in drie etappes. Ja, dan kijken we even naar de weerman. Is dat ijs een aantal dagen achter elkaar of moet het dan toch een beetje bijkomen? Ja, nou ja, als je inderdaad in etappes gaat rijden, heb je natuurlijk geen 15, 16 centimeter nodig. En als je het zonder publiek doet, dan is misschien 12 of 10 centimeter al een heel mooie ijsvloer. En die gaat er gegarandeerd komen op die hele route. Maar Evert, als we dit horen, mensen ook rijden, hoor. Je houdt ze niet tegen. Ik zie Ben van den Burg en nog een aantal van die gasten die gaan waarschijnlijk vrijdag of zaterdag al gewoon het ijs op. Dat zal je ook krijgen. Dat ga je sowieso krijgen. Maar ik denk los van de Elfsteden dat je eerst een aantal kleinere toertochten moet organiseren. Want die gasten, Henk, hebben helemaal nog niet op het ijs gestaan. Die kan je toch niet ineens zomaar 200 kilometer laten rijden? Nou ja, ik denk dat een blamage eerste klas is natuurlijk. Dat die jongens de afgelopen twee maanden gewoon geen fatsoenlijke ijsvloer onder de voet hebben gehad. Dat alles is afgesloten voor de lange banen. In Tialf, de marathon van jongens werden weggejaagd. Ja. Leeuwarden hebben ze dichtgegooid. Enschede is dichtgegooid. Nou, dan moeten drie eigenlijk qua ijs de beste ijsbanen van Nederland. Ja, die zijn dichtgegooid. En dat geeft ook meteen aan het probleem waar we natuurlijk tegenaan lopen. Is dat onze sport natuurlijk gewoon eigenlijk tot vandaag aan deze tafel misschien wel nooit serieus genomen is.